Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, jullie hebben het de afgelopen week gezien. Het spookslot is nu echt begonnen met slopen. Het sloop is begonnen. Het was... tot nu toe was er nog heel erg weinig gebeurd aan het spookslot. Het enige wat ze gesloopt hebben, dat was de tunnel. Net Zeeland vergat. Die hebben ze afgebroken. En voor de rest was er nog niet erg heel erg veel gebeurd. Nou, deze week is alles omgedraaid. De achterkant bij de Witte Walvis is heel veel gesloopt. Er is ook een hele zijmuur is er helemaal gesloopt, waardoor de tribune deel zichtbaar kwam. Er zijn ook hele tribune stukken inmiddels weggehaald. Dat zijn tribunedelen, zeg maar, waar normaal de mensen op stonden om de show te bekijken. En dat is allemaal weggehaald al. En ze zijn al tegen de wand aan, waar de mensen normaal naar buiten keken. Dus er is al een heleboel is er al gesloopt in de Efteling. Het spookslot is nu echt aan zijn laatste dagen bezig. En dan is het gebouw dadelijk helemaal weg. De ingang is nog helemaal intact. En de sloop is nu tot aan ongeveer waar normaal de ramen zaten. Wat me ook heel erg opviel. En ik had eigenlijk verder, had ik daar nog helemaal niemand over gehoord. Dat is dat waar de ramen zaten, dat hadden ze dichtgemaakt. Het leek wel een soort complottheorie, leek het wel. Of dat niemand naar de show kon kijken. Of in ieder geval waar de show normaal gehouden werd. Dat het angstvallig dichtgehouden werd. Inmiddels heb ik op Facebook gelezen. Er was één iemand die was oplettend en die had ook zoiets van, waarom zijn die dingen dichtgehaald? Ja, het schijnt te maken te hebben met asbest en het schijnt ook te maken te hebben dat de glazen platen, die hadden ze natuurlijk eruit gehaald. En er was nogal een gat naar beneden als je dan voorbij het raam kwam, dan had je echt een heel groot gat naar beneden waar je doorheen kon vallen. Nou ja, volgens mij valt dat allemaal nog wel reuze mee. Je weet dat daar een decorscène zit en dat je op moet passen dat je niet verder komt dan de rand waar je de ramen gezeten hebt. Dus dat vond ik wel een beetje heel erg ver gezocht, vond ik het eigenlijk. Maar goed, in ieder geval. De sloop, jongens, het is begonnen. Het spookslot gaat nu echt langzaam weg. En deze week is er ook, de Dans Macabre. Hè? De Dans Macabre, de opvolger daarvan. Daar hebben ze al een hele hoop dingen van prijsgegeven. Want er is een deel, deel 1 of zo is het. Ik weet niet meer precies wat voor deel het is. Voor mij is deel 1. Van de making of is op YouTube gezet op het Efteling kanaal. En we hebben ongeveer we hebben nu een klein beetje hebben we kunnen zien wat die attractie gaat inhouden. Dans Macabre, nou, een dikke vieze vette tegenvaller voor mij in ieder geval, want het is weer zo'n draaiattractie waar je dus alle kanten op wordt gedraaid. En jammer, gemiste kans weer van de Efteling. Ik vind het echt heel erg jammer. Een attractie halen ze weg. En dan doen ze zo'n attractie doen ze ervoor terug. Een attractie, het spookslot, in ieder geval kon daar iedereen in. Zelfs mensen met een rolstoel, die konden daar erin. En die konden toch een attractie in. En dit wordt weer zo'n attractie wat alleen maar voor deurvels, voor waaghalzen zijn. En jullie weten het, ik hou niet van harde attracties. Ik heb daar helemaal niks mee. Dus weer een attractie minder om in te gaan. Ik vind het nogal echt heel erg kansloos van de Efteling. Ze halen alles maar weg. En er komt elke keer komt er weer zoiets belabberds voor terug.
Dat is eigenlijk hetzelfde als met Ocarina. Een of ander dom spul. Ding Nest is ervoor teruggekomen, zo'n speeltuin. Nou, wat heb je daar nou aan? Helemaal niks. Hetzelfde als het avonturendolhof, daar is Sirocco terug voor gekomen. In de vorm natuurlijk van Ripel gekomen. Ook weer zo'n dom speeltuin, of dat er daar niet genoeg ervan zijn in de Efteling. Ja, echt hartstikke dom. Ik vind de Efteling echt achteruit gaan. En als alle attracties maar vervangen worden door attracties voor durfvalsen, ja, waarom zou ik binnenkort dan nog een abonnement nemen? Dat abonnement, dat is bijna niet meer te doen. Mensen die niet overal in durven, die trekken weer aan het kortste eind. Ik vind het echt belachelijk. Ik vind het de laatste tijd toch al heel erg achteruit gaan, de Efteling. De Efteling verliest zijn ziel een beetje door mooie attracties, historische attracties, nostalgische attracties te verwijderen. En daarvoor in de plaats bocht neer te zetten. Ik vind het echt waardeloos. Ik zit er echt heel erg hard aan te denken. Ik heb vorige keer natuurlijk ook al gehad dat ik mijn Efteling abonnement wou opzeggen. Nou ja, dit is weer zo'n momentje, hè. Je gaat bijna denken van, joh, volgens mij wil de Efteling dat je abonnement opzegt. Want het wordt echt steeds kanslozer wordt het. Geen goed woord voor over. Ik vind het echt heel jammer. In ieder geval, het is heel erg balen. Maar goed, in ieder geval, dat is een beetje wat Dans Macabre momenteel is. We hebben dus weer een hele hoop dingen we hebben dus weer een hele hoop dingen nieuw gezien. In ieder geval een klein tipje van de sluier. Wat dat nou allemaal gaat worden en zo. Ja, ik vind het een enorme gemiste kans, vind ik het. En ik vind de Efteling al de laatste tijd al helemaal heel erg slecht. Het wordt steeds minder leuk om naar de Efteling te gaan. Rookverbod, wat echt totaal belachelijk is. Je loopt buiten, loop je. En je loopt in een pretpark waar ook mensen zijn die roken en een leuke dag willen hebben. En voor die mensen die roken, een dagje uit zijn en dan niet kunnen roken. Ja, ik vind het een beetje een leuke dag verpesten, vind ik het. Die mensen die willen ook een leuke dag hebben en die willen ook een dagje uit zijn. En tegenwoordig is het alleen maar een pretpark voor de elite. Je mag niet roken, je moet woke zijn. En echt schandalig. Ik heb er in ieder geval geen goed woord voor over. Schandalig, Efteling. Schaam je eigen diep. Je hebt je eigen ziel verkocht. Ik vind het echt heel erg slecht, vind ik het. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar goed, dat is een beetje wat Dans Macabre wordt. Gaat nog wel heel even duren voordat Dans Macabre komt. 2024. Dan kunnen we naar Dans Macabre. Nou ja, in ieder geval weer de Waaghalzen. Die kunnen erin. Want voor het gewone, normale volk wat niet echt tegen harde attracties kan, of in een invalide stoel zit of gehandicapt is, die kunnen er niet in. Dus ja, een gemiste kans in ieder geval. Dit was in ieder geval wat ik een beetje allemaal kwijt wou over Dans Macabre. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in, abonneer voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.